Ik ben Axel en vers geknipt. Gaan we deze woensdag 10 april opnieuw kijken naar de blogs update op het YouTube kanaal en het Spotify kanaal of dan de laatste nieuwtjes en ontwikkelingen uit de crypto en de economie. En wil je er ook iedere werkdag bij zijn? Subscribe jezelf dan op die kanalen en vergeet dan zeker niet even de meldingen aan te zetten, want dan ben je er ook nog eens altijd als allereerste bij. Allereerst pakken wij bij onze eigen Bitcoin halving counter. Nog slechts negen dagen en een handjevol uur, die, die nu aanteekt voordat het zover is 20 april. Tijd voor de vierde Bitcoin halving. Waarvan we dus naar slechts 3,12 en een half Bitcoin per 10 minuten gaan. Wat heeft dat tot nu toe voor impact op de koersen? Koersen ga ik je laten zien op tradingview.com natuurlijk. Starten we met de dagkendels, data van bitstamp en de Amerikaanse dollarwaarde. Ja, en dan zien we toch een iets minder fijn plaatje dan dat we de afgelopen dagen op afleken te stevenen. Met name twee dagen geleden op 8 april, toen zagen we deze prachtige plus van 3,25% aan het einde van de handelsdag. En daarmee wisten we de bovenkant van deze driehoek te doorbreken, oftewel deze resistance. De hoop was dat we dat door konden gaan zetten, want die dag kwamen we ook even nou, een kleine duizend dollar verwaarderd van een nieuwe all-time high. Dus weer in de buurt daarvan. Uh, voorwaarde was natuurlijk dat we dan verder moesten blijven stijgen op weg naar deze eerste volgende resistance line. Dat is niet gelukt. Want gisteren sluiten we uiteindelijk diep in het rood af. 3,46% minder dan het begin van die handelsdag. Daarmee nou, weten we iets terug te komen van het dieptepunt. Want gisteren zakken we kort terug naar 68.217 dollar. En daarmee zijn we dus ook eventjes, kort gelukkig, die 69.000 dollar. Die belangrijke middenlijn, de speel in de huidige koersontwikkeling, uh, waren we even kwijt. Maar nou, we weten daar nipt boven te sluiten, namelijk op 69.35, Maar ja, vandaag ziet dat er ook niet al te best uit. Min 2,16% tot zover en dat betekent een test opnieuw aan de onderkant van deze driehoek. Op de support dus, die lijkt tot nu toe nog stand te houden. En dat is dan weer het groene nieuws aan het hele verhaal. Het nare is natuurlijk wel dat we die uitbraak, uh, die we dus hadden gehoopt dat hij zich volledig kon gaan ontvouwen aan de bovenkant van deze driehoek, we even moeten vergeten en er opnieuw in terug zijn. Het zal dus opnieuw moeten gaan blijken of dat we in kunnen blijven en opnieuw aan de bovenkant kunnen gaan uitbreken. Daar hebben we nog een paar dagen de tijd voor. Over het algemeen is het weekend natuurlijk wat rustiger qua handel als we hier dan nog in die punt blijven zitten. De maandag zou dan weer vrij explosief kunnen gaan worden. Uh, maar voor nu betekent het dat we dus. Even moeten kunnen gaan vasthouden aan die supportlijn wat nog aardig lijkt te lukken. Want zien we voor de rest qua algemeen sentiment binnen de crypto-sector. De Peer and Greed Index die daarmee ook weer iets wat terugzakt. Gaan we gisteren op 79 zijn, we vandaag terug op 75. Maar daarmee nog steeds comfortabel in het greed-niveau. En de lange termijn optimisme in de markt is dus nog steeds aanwezig, ondanks deze huidige beweging van de Bitcoin koers. En als we gaan kijken naar de ETF-flows, past dat ook wel bij die daling. Want gisteren noteren we opnieuw een netto outflow. Een heel klein exemplaartje gelukkig, namelijk 18,6 miljoen dat we uit de ETF-markt zien verdwijnen. En is daarmee natuurlijk een klein minnetje, maar het is nog steeds in het rood. Uh, we zien wel wat herstel bij BlackRock dat met een inflow van 128,7 miljoen het ten aanzienlijk beter doet dan eergisteren toen er slechts 21,3 miljoen binnenkwam. Maar met die 128 miljoen van gisteren zitten we wel nog steeds ruim onder het gemiddelde van een ruime 244 miljoen inflow. Nou, alle andere fondsen hebben eigenlijk helemaal niets van zich laten zien. Dus dan is het vervolgens uh, overgeleverd aan de gillen van BlackRock. Wat die qua outflow zien. En die was net iets hoger dan de inflow bij IBIT. Namelijk 154,9 miljoen dat daar dus vertrok. De helft ongeveer van de outflow van eergisteren, die boven de 300 miljoen uitkwam. Is daarmee ook kleiner dan het gemiddelde. Dus dat is positief. Maar zorgt wel dus nog voor een negatief eindresultaat. Gekeken naar de handelsdag van gisteren. Nog iets anders dat er voor vandaag op de agenda staat. Is de difficulty adjustment. Die moet nog plaats gaan vinden. De verwachting is dat we daarin vandaag een plus gaan zien van een ruime 4%. Dus dat de difficulty de moeilijkheidsgraad. Uh, van het vinden van een blok op het bitcoin netwerk weer een ruime 4% omhoog gaat. Dat hangt dan dus ook samen weer met de hash rate die wordt geleverd aan het netwerk. Die zal dus ook iets zijn gestegen de afgelopen periode. En dat is opnieuw een signaal vanuit de mining sector. Dat ook daarvoor de lange termijn vooruitzichten onverminderd positief zijn. Dus daar kunnen we weer een plus in gaan verwachten. Wat weer een mooie twist is op de vorige beweging, die was 28 maart. Toen volgde, vond de laatste difficulty adjustment plaats. Toen zakten we namelijk net geen 1%. Nou, de verwachting is dus dat we dat vandaag weer ruimschoots gaan goedmaken. Dat is meer goed nieuws. Waar we gisteren hebben gesproken over de aanstaande ETF hype, die mogelijk ditmaal vanuit Azië gaat komen, is daar vandaag alweer meer concreet over geworden... Want de eerste ETF's in Hongkong, de eerste Bitcoin ETF's die daar dus goedgekeurd gaan worden, kunnen we misschien aanstaande maandag de 15e al gaan verwachten. Dus dat gaat heel erg snel. En dat is supergoed nieuws, want dat betekent dus dat er uh, een mogelijkheid komt voor het grote geld uit China. Om dus via zo'n Bitcoin ETF product ook in de Bitcoin-markt te gaan investeren. Nou, die goedkeuring zou dus in het meest positieve geval waar het nou ja misschien wel langzaam maar steeds meer op begint te lijken aanstaande maandag al plaats kunnen gaan vinden dan is de verwachting dat we nog een goede twee weken moeten gaan hebben voordat de producten ook daadwerkelijk up and running zijn dat geld dus echt uh, hopelijk in grote getalen kan gaan vloeien nou, die eerste groep die zou dan dus aanstaande maandag al kunnen weten waar dat ze aan toe zijn en dat gaat dan in ieder geval om de vermogensbeheerders Chinese vermogensbeheerders Harvest Global Investment en China Asset Management. Die staan in ieder geval op de lijst voor die lopende aanvragen. En dan zijn de eerste schattingen dat de markt daar zo'n 20 miljard dollar groot zou kunnen worden op termijn. Nou, dat is hartstikke mooi. Is wel nog steeds een stukje kleiner dan de verwachtingen die we op dit moment zien van bijvoorbeeld de Amerikaanse ETF-markten. Is natuurlijk wel weer een nou ja, grote nieuwe groep investeerders, een nieuw gedeelte van de wereld zelfs. Dat op deze manier weer op die manier hierin kan gaan investeren. Ja, dit is dus het gevolg van de, de aankondiging die Hongkong afgelopen jaar, in december was, dat al deed: dat ze open zouden staan voor dergelijke aanvragen. Uh, nu gaat dat dus ook allemaal echt lopen en hebben we dus mogelijk op korte termijn al hele concrete goedkeuringen. Nou, we weten in ieder geval ook heel belangrijk dat ze daar ook meteen duidelijkheid omheen hebben geschept waar partijen bijvoorbeeld in juridisch opzicht aan moeten voldoen. Daar zijn al gewoon duidelijke richtlijnen voor opgesteld. Dus op die manier weet ook iedereen vrij snel waar dat ze aan toe zijn. En kan het ook allemaal redelijk snel gelanceerd gaan worden. Zo moeten ze in ieder geval voor een aantal facetten aan dezelfde eisen voldoen. Als bijvoorbeeld andere beleggingsfondsen ook al aan moeten voldoen in Hongkong. Dus dat is in ieder geval duidelijk en goed geregeld, lijkt het tot nu toe. Ander nieuws, meer gericht op de bitcoin koers. Want de aanstaande halving, net gekeken dat die echt dichtbij komt. Wat ja, mogen we dan van de koersontwikkeling daarna gaan verwachten? Volgens Fred Thiel, dat is niet de minste, is namelijk de CEO van uh, Marathon Digital, weer het grootste Amerikaanse miningbedrijf, ja, is uh, dat de hele halving dus al voor een groot gedeelte ingeprijsd. Hij zegt dus grote stijgingen en dalingen verwacht hij zelf niet. En dat komt met name door de Bitcoin-ETS, want die hebben volgens hem eigenlijk al een hele beweging veroorzaakt, die we normaal dus pas na die halving zouden gaan zien. En zegt er het volgende over, ik denk dat die goedkeuring, die overigens volgens hem enorm succes is geweest, uh, nu al kapitaal naar de markt heeft getrokken en dus eigenlijk al een prijsstijging heeft gerealiseerd, die we normaal gesproken dus pas uh, drie tot zes maanden na de halving zouden hebben gezien. Dus hij verwacht dat die halvering van dat aanbod, met zo'n 450 bitcoin per dag dus, op die termijn nou, een vrij kleine impact gaat hebben op de verdere koersontwikkeling. En of dat voor hem heel erg erg is, nee. Want hij zegt zelf dat ze bij een Bitcoinprijs van zo'n 46.000 dollar het bedrijf gewoon winstgevend kunnen blijven draaien. Dus wat dat betreft hebben ze genoeg marge, maar verwacht hij daar dus niet heel erg veel geks in. Waar we op korte termijn wel wat grote vernieuwing kunnen gaan verwachten, is mogelijk hier bij Solana. Want daar hebben ontwikkelaars nu aangekondigd dat ze ook voor de aanstaande maandag, 15 april dus. Uh, hebben vastgesteld dat ze dan een belangrijke upgrade willen gaan toepassen op het netwerk. En dit is niet de minste: dat zou er eentje zijn die een aantal uh, fouten moet gaan oplossen, die de laatste tijd ook regelmatig flinke storingen hadden veroorzaakt. De meest recente zorgde er bijvoorbeeld nog voor dat zo'n 75% van een aantal transacties mislukte. Dus dat waren grote problemen, grote storingen. Um, en met die bug, die dus in de software zit, waardoor dat voor een gedeelte uh, steeds voorkomt, hopen ze dus 15 april af te kunnen gaan rekenen. Dat is in ieder geval een snelle implementatie. Op de langere termijn blijven ze kijken naar meer structurele veranderingen daarin. Maar hiermee uh, geven ze in ieder geval gehoor aan de zorgen die zijn geuit door een groot gedeelte van uh, de Solana community. Ja, die natuurlijk in die fouten en die storingen grote problemen zagen. Zeker gezien de grote market cap tegenwoordig van het project. Nou, en dan nog het laatste mooie goede nieuws. Dat is afkomstig uit Japan. Het Japans bedrijf uh, Mada Planet is het. Heeft namelijk laten weten dat zij min of meer in de voetsporen van MicroStrategy gaan treden. En ook Bitcoin gaan aanhouden op de balans. Ja, ze beginnen iets kleinschaliger dan dat dat vandaag de dag gaat bij MicroStrategy, namelijk met een investering van 6,5 miljoen dollar. Maar daarvoor hebben ze dus Bitcoin gekocht, die ze daar gewoon op gaan aanhouden. Um, en voor Mada Planet zelf is het niet zo'n hele gekke stap. Misschien heb je er nog nooit van gehoord, maar het is wel al een partij die actief is in de crypto, want het is namelijk een investeringsfirma. Maar dan wel eentje die zich met name richt op Web3 en uh, Metaverse-achtige projecten en bedrijven. Dus ze zitten er eigenlijk al middenin. Maar goed, om dit echt te mogen aanhouden op de balans, ja, moet er natuurlijk wel ook aan een hoop randvoorwaarden worden voldaan. Zoals bijvoorbeeld de goedkeuring van de aandeelhouders. Nou, dat zijn verschillende, ook weer bekende partijen uit de crypto-sector, die hebben daarmee ingestemd. En als je dan gaat kijken naar de resultaten van het aandeel van MetaPlanet na die aankondiging. Ja, snap je dat ook wel, want op het hoogtepunt is dus direct na die aankondiging, want let wel, dit is 8 april geweest, twee dagen geleden, met zo'n 100% gestegen. Oftewel, de koerswaarde is daar verdubbeld van zo'n 20 dollar naar 40 euh, dollar, sorry, Japanse yen. Inmiddels wel iets teruggezakt naar zo'n 32, maar we hebben het nog steeds voor een stijging van 60%. Dus ook voor deze partij lijkt dit initieel al een hele fijne uitwerking te hebben. Wie weet waar dit nog allemaal toe kan gaan leiden. Dat was het voor vandaag morgen, de laatste blogs update voor deze week. De vrijdag ben ik helaas even afwezig. Uh, dan gaan we dus nog eenmaal kijken naar de laatste nieuwtjes en ontwikkelingen. Zorg dus dat je daarbij bent zodat je volledig geïnformeerd het weekend tegemoet kan gaan. En dat kun je voor jezelf nog gemakkelijker maken door je even te subscriben. En dat kan dan op het YouTube kanaal van blogs en op het Spotify kanaal van blogs. Gooi dan direct ook even de meldingen op het standje aan. Dan ben je echt altijd als allereerste bij. Voor nu, prachtige avond gewenst. Tot morgen weer. Doeg!